Kijk, weet je wat is? Lezen is heel breed. Lezen doe je overal. Of jij nou een handleiding voor een droom moet lezen, of dat jij een handleiding moet lezen voor een sportactiviteit. Lezen is overal. En als jij niet kunt lezen, dan heb je een gigantisch probleem. En daarom organiseerde het Insula College op de Koningsstraat maandag een speciaal leesfeest. Honderden leerlingen van de school volgden workshops. En nee, dat ging niet alleen maar over saaie of dikke boeken. Want ook de politie, de Dordtse TikTokkers Quinn en Aaron Bezemer en Lucky Luke kwamen langs. En wat we eigenlijk de leerlingen duidelijk willen maken met dit feest is van, joh, als je nou, pak eens een boek. Dat is hartstikke leuk, daarmee ontmoet je auteurs. Maar op het moment dat jij met een drone wil werken of op het moment dat jij iets anders wil gaan doen, dan heb jij toch nodig dat jij leest. Wat moet je doen met die drones? Nou, dan moet je dit circuit rondvliegen. En lukt dat een beetje? Ja, lukt wel. Ik heb het al meerdere keren gedaan. Nou, dan gaan we het je zo eens laten zien. Nu is het natuurlijk het leesfeest. Wat moet je hiervoor lezen? De instructies en de handleiding hoe je de drone moet opstarten en gebruiken. Je moet een bal bewegen met dit programmaatje, waardoor je het balletje kan bewegen. Lukt dat nou een beetje? Ja, gaat heel goed. Nu is het dus vandaag het leesfeest op je school. Wat moet je hiervoor nou lezen? Nou, dat je alles goed kan begrijpen. Bijvoorbeeld, dat je moet weten wat katapult is of schoppen of blok, wat je dan moet doen. Want hoe staat het er bijvoorbeeld op deze school voor met het leesplezier ook van de leerlingen? Ja, ik zou natuurlijk moeten zeggen dat het meest geweldige school is ooit en dat ze het meest grote plezier hebben ooit. Ja, weet je wat het is? We hebben gemiddelde leerlingen en gemiddelde leerlingen houden nou eenmaal niet zo heel erg van lezen. Maar het is bewezen dat op het moment dat zij met een auteur in contact komen, dat ze ineens wel gaan lezen. Je boeken van een leeslijst en dan ga ik heel veel heilige huisjes omtrappen, daar ben ik niet zo van. Want ik vind, het zijn MAVO-leerlingen. Die hebben recht om iets te lezen wat bij hun leefwereld past. En ik moet eerlijk zeggen, op het moment dat je in een klas komt en je gaat vertellen, ja, dan werkt het en dan krijg je ze enthousiast over lezen. Nooit allemaal, dat zal me nooit lukken. Maar al maak ik er nou vandaag maar 50 die zeggen, mevrouw, ik ga dat boek lezen, dan ben ik al helemaal blij.